Post Malone en Sway en Sunflower. De gast in de Sleutelstad Studio is bekende Nederlander en bekende Leidenaar Rogier. Natuurlijk bekend als de man die niet met Gordon trouwde, maar hij is meer. Ja, vorige keer was je hier te gast om dus te praten over of je met Gordon ging trouwen of niet. Dat bleek achteraf dus niet zo te zijn. Maar deze keer zit jij hier voor een hele andere reden. Namelijk dat jij genomineerd bent voor een Media Award. Ja, klopt. Ik ben genomineerd voor de OutTV Media Award. En dat is een award die elk jaar wordt uitgereikt uit iemand in Nederland en iemand in België. En in andere Europese landen. En ik ben genomineerd voor de Nederlandse en de Belgische. Dus dit jaar 1. En dat is vanwege mijn inzet voor Stichting Meer dan Gewenst. Want wat heb jij gedaan voor Stichting Meer dan Gewenst? Heel veel dingen. Nee, ik heb meegedaan met het tv-programma Gordon gaat trouwen. En daarin zag de mens dat homo's ook kinderen konden krijgen. En daar vroegen we aandacht voor. Want Stichting Meer dan Gewenst helpt homo's en lesbo's met een kinderwens. Om die uit te laten komen. En daar hadden we wat aandacht voor nodig. En met het programma hebben we die zeker gekregen. En wanneer is deze uitreiking? Wanneer hoor je of je deze hebt gewonnen? Nou, ik zat op Gran Canaria en op Coming Out Day. En daar heb ik een fotoshoot gedaan. En toen hoorden wij dat we dus genomineerd waren. Maar er speelde toen heel veel in de media, omdat ik wel of niet een relatie zou hebben met Gerard Joling. Wat niet het geval is. Toen hoorden we het. Maar je mag stemmen tot morgenavond. Dus de 31ste tot 12 uur 's avonds. Dus maar een hele korte periode. En als je dit hebt gewonnen, wat ga je dan doen? Ik heb geen idee. Dan ga ik heel erg juichen en zijn we heel erg blij voor Stichting Meer dan Gewenst dat ze nog meer aandacht hebben gekregen. Het leuke is dat wij van de zomer wildcard hebben gekregen. Dat we mee mochten doen met de Gay Pride. Er mogen maar 80 boten meedoen en er zijn een paar boten die worden uitgenodigd. En het leuke was dat we ook de parade gewonnen hebben. Dus we mogen volgend jaar weer. Oh echt? Oh, wat, dat is wel leuk. Ja, dat is heel leuk. Boot voor mijn kinderen. Samen met Barbara Barend. Dat was de andere bekende Nederlander, om het maar zo te zeggen. We zijn altijd ambassadeurs voor de stichting. En dus wij stonden met ons beste beentje voor op de boot. En je had het net over dat het dus belangrijk is om op televisie te laten zien dat homo's lesbos ook kinderen kunnen krijgen. Ja, en dat het laten zien moet worden. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik denk dat heel veel mensen wel begrijpen dat, of je ziet veel dat lesbische stellen kinderen hebben. Maar je hoort het wat minder vaak van homo's. Dan denk je vaak aan Paul de Leeuw, die heeft een kindje geadopteerd. Maar ik ben echt biologisch vader. En ik doe dat samen met een goede vriendin van mij. En met een goede vriendin van mij, we verdelen de tijd. Dus 3 dagen bij mij, 4 dagen bij haar. En het is heel belangrijk dat daar aandacht voor komt, dat in ieder geval homo's ook weten dat ze ook vader kunnen worden. En heel belangrijk dat de kinderen, als ze laat op school zitten, hoe meer het bekend is, hoe minder kans er is dat ze ermee gepest worden. Nou hebben we toen jij meedeed aan Gordon gaat trouwen, maar met wie? Jamie, je dochter, een aantal keer gezien. Maar wat vindt zij er eigenlijk van dat al die aandacht ook een beetje over haar gaat? Ze is net 3 jaar geworden, dus dat heeft ze nog niet helemaal door. Het is wel zo dat zij mensen die zij ontmoet ook herkent op televisie. Dus als zij Gordon op tv ziet, dan ziet ze iemand bekends. Ze zegt toch papa tegen Gerard ook, of niet? Tegen Gerard niet, nee. Nee. Maar ze herkent de jongens wel. Alleen, ze heeft het nu nog niet helemaal door. Nee. En? Ja, dat was even een vraag. Ik zat me dat af te vragen. Ik vraag het gewoon even tussendoor. Ja. Nee, het blijft altijd lastig natuurlijk, omdat je met kinderen van, wil je iemand in de publiciteit zetten, ja of nee? Maar uiteindelijk is het ook goed voor haarzelf later. Hoe meer mensen weten hoe de situatie is, hoe minder de kans is dat ze ermee gepest wordt. En ken je veel mensen om je heen die in dezelfde situatie zitten? Die dus wel homo zijn en kinderen hebben? Ja, steeds meer. En ik geef ook wel eens voorlichting voor de Stichting Meer dan Gewenst. En toevallig, dan doe ik dat soms ook samen met een jongen. Die is nu een jaar of 18. En die is opgegroeid in een gezin met 2 moeders en 2 vaders. En die vertelt dan hoe hij dat ervaren heeft. En ik ben dan vanaf de vaderkant, zeg maar. En hoe heeft hij dat ervaren dan eigenlijk als? Nou, heel erg leuk. Hij heeft alleen 1 hele belangrijke afspraak gemaakt met zijn ouders. Dat hij alles maar 2 keer vertelt. Hij zegt, normale kinderen hoeven maar 2 keer op een dag te vertellen hoe het was aan school. Aan de vader of aan de moeder. In sommige gevallen hoeven kinderen het maar 1 keer te vertellen. En zegt, ik moet het 4 keer vertellen. En dat vond hij overdreven. Dus hij heeft afgesproken. De eerste 2 die vragen, hoe gaat het, hoe was het op school? Dan krijgen de eerste 2 antwoord. En de derde en de vierde, die krijgen te horen, vraag dat maar aan de andere papa of mama.
En als die jarig is, dan wil hij ook maar 2 cadeautjes. Bij de 3e cadeautje zegt hij, nee, dank je. Ik heb er al 2 gekregen. Ongetwijfeld, ja. Hey, wat ga jij binnenkort nog meer op tv doen? Ja, er zijn heel veel geruchten die daarover gaan. En ik mag niet veel vertellen, maar we gaan wel binnenkort een proefopname maken. En, maar ja, het moet iets zijn wat bij me past. En het moet ook iets voor in de richting zijn van het goede doel. Dus, en het moet combineren met kleine. En ik wil ook heel graag nog een 2e kindje. Dus ja, daar hangt het allemaal van af. Rogier wordt zwanger, maar van wie? Wie weet, wie weet. En wat voor iets zou je leuk vinden? Wat zou goed passen bij jou, zoals je net zei? Nou, ik weet niet zozeer of ik aan een datingprogramma mee wil doen. Want van dat gedate hebben iedereen wel genoeg gezien. Maar heel veel mensen willen weten hoe het met mij is en hoe het met de kleine is. En dus een beetje in die richting van het vaderschap zal het opgaan. En de award, even terug naar de award. Ja, ja. Hoe kunnen mensen stemmen? Ja, dat is heel erg lastig. Je moet Facebook hebben. En nee, via Facebook is een makkelijke link waarop je kan gaan stemmen. Die zie je zo meteen op sleutelstad.nl, FM, wat is het allemaal. En je kan naar de webpagina www.outtv.award/award, geloof ik. En dan krijg je alle leuke keuzes van de mensen die voor Nederland en België genomineerd zijn. En dan moet je aanklikken. Dus kijk op mijn Instagram, Rogier van der Linden. Daar staat ook een linkje op. En stem allemaal, want je hebt nog maar tot morgen 12 uur. Ja, de website van OutTV dus. Ja. Nog even in het kort, waarom moeten jullie hem nou winnen? Ja, ik zou het heel leuk vinden voor de Stichting Meer dan Gewenst dat ze na een jaar van enorme aandacht, eerst via het programma, daarna via de Gay Pride, nu nog een keer de aandacht krijgen. En dat verdienen ze. Er staat een heel groot team vrijwilligers achter die alles doet op dit vlak. Dus ik gun het ze. En als ik mijn steentje bij kan dragen, dan moet je op mij stemmen. Want dan krijgen zij de aandacht. Nou, via de website outtv.nl dus. En stem op Rogier. Yay! Oh, en nou mijn lievelingsnummer draaien, of niet? Ja, welke was dat ook alweer? Want dat durf ik zelf niet aan te kondigen, hoor. Ja, ik durf het wel aan te kondigen. Dat is het, een onwijs leuk liedje. Het nieuwste liedje van Mart Hoogkamer natuurlijk.